Dank u wel, de heer De Groot. Dan geef ik tot slot het woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie. Mevrouw de voorzitter, vandaag staan twee zaken ter discussie. Ten eerste de slappe knieën van de Nederlandse overheid in de onderhandelingen in Brussel. Een slap charme-offensief onder aanvoering van oud-CDA-minister Kees Veerman was bij voorbaat kansloos. Onwil van de premier om dit tot chefsache te maken en met de vuisten op tafel te slaan om op te komen voor de Nederlandse vissers. Nederland is de grootste nettobetaler aan de Europese Unie. Minister Schouten had in Brussel nee moeten zeggen. We werken niet mee en als u ons beboet, dan betalen we niet. Dat is powerplay, dat is hoe de Fransen onderhandelen. Onze minister daarentegen regelde een overgangsperiode voor onze vissers. Met andere woorden, na een jaar raken ze alsnog hun vergunning kwijt. 84 vissers zijn nu de dupe van dit slappe optreden van de minister. Zij had nog wel beloofd dat ze hen zou beschermen. Honderden mensen, gezinnen, families, investeringen. Deze vissers hebben tonnen, soms wel miljoenen geïnvesteerd in nieuwe innovatieve schepen die ze over een jaar al niet meer mogen gebruiken. Wat moet er nu met deze mensen gebeuren? Er komt een sukkelig doekje voor het bloeden van 15 miljoen, bij lange na niet genoeg om de echte schade te compenseren. Het is de zoveelste keer dat wij ons de kaas van het brood laten eten, dat Nederlandse politici de Nederlandse belangen laten lopen vanwege laksheid en wie weet, moet gezegd worden, persoonlijke carrièreambities in Brussel. Macron moest tenslotte gepaaid worden door Rutte, want zonder Franse steun geen baantje. Maar er is nog iets diepers aan de hand en daar wil ik het ook echt over hebben vandaag. Want dit hele debat, het feit dat de Europese Unie zoiets kan verbieden, is een logisch en noodzakelijk en onvermijdelijk en omstreden ook eigenlijk gevolg van de interne markt. De interne markt is niet een soort marktplaats waar iedereen gezellig zijn spulletjes kan verkopen, maar een bureaucratisch orgaan van regels over productharmonisatie die de EU afdwingt op ons continent. Oneindige lijsten, tienduizenden pagina's met productspecificaties. Dat is wat de interne markt produceert. Bijvoorbeeld over de wijze waarop vis mag worden gevangen. Hoeveel fosfaat koeien mogen produceren. Hoeveel stroom een stofzuiger mag gebruiken. Hoe krom een banaan mag zijn, etc. Dat moet overal hetzelfde zijn. Dat is de interne markt. Dat heeft dus niets met vrijhandel te maken. Wij eten dagelijks vis uit Noorwegen. Er is zelfs een speciale zeetransportdienst in opbouw om IJslandse vis zo snel mogelijk naar Zeeland te krijgen. En Noorwegen en IJsland zitten niet in de EU. Er is handel, volop handel tussen landen, of je nou wel of niet in de EU zit. En voorzitter, het is toch absurd. Dat zou dit huis toch ook moeten vinden. Het is toch absurd dat Nederland geen zelfbeschikking meer heeft, blijkbaar, over beleidskeuzes zoals die nu ter discussie staan. Als soeverein land moet je toch zelf kunnen bepalen, moeten wij toch kunnen bepalen op welke wijze wij onze vis uit onze wateren halen. Nederland is echter lid van de EU, dus ook van het gemeenschappelijk visserijbeleid, een onderdeel van de interne markt en kan dat dus niet beslissen. We zullen altijd als klein land aan het kortste eind trekken. Onvermijdelijk. Zelfs als er dan nu misschien op dit ene deelgebiedje een uitweg wordt gevonden, de grote lijn is de kleine landen betalen, de grote landen dicteren. Dat inzicht moet indalen. De heer Geurts. Ja, voorzitter, ik heb een hele korte en concrete vraag voor de heer Baudet. Is de heer Baudet nou voor of tegen de Nexit? Voor. Dank voor het duidelijke antwoord. Voorzitter, dank voor het duidelijke antwoord. Want ik keek beelden terug van zondag en er was de lijsttrekker van Forum voor de Eerste Kamer. Was daar niet zo duidelijk in, die twijfelde daarover. Maar goed, dan heeft Forum daar in ieder geval hier in de Tweede Kamer duidelijke uitspraak over gedaan. Maar realiseert de heer Baudet zich ook dat door de Nexit, Nederland is een handelsland, Nederland zwaar getroffen gaat worden. En realiseert de heer Baudet ook dat in bijzonder onze vissers een groot drama tegemoet gaan als er een Nexit komt, omdat ze dan, of Nederland of de vissers, met alle Europese lidstaten apart
zeg maar verdragen moeten gaan sluiten om daar te mogen vissen? Of negeert de heer Baudet dat gewoon gemakshalve? Nee, wat u zegt is gewoon niet waar. U weet niet hoe internationale handel werkt. U denkt dat je dan allemaal verdragen moet sluiten enzovoort. Er ligt al een wereldwijd netwerk, dat is de Wereldhandelsorganisatie. Dat is de basis waarop gehandeld wordt op dit moment in de hele wereld. En de visserij is daar gewoon een onderdeel van. Daarom ook dat wij Noorse zalm in supermarkten kunnen vinden. Daarom dat vis uit IJsland zo ontzettend gretig aftrek vindt in Nederland. Daarom trouwens ook dat we, dat noemde ik al eerder in dit debat, allemaal een iPhone hebben die in China wordt gemaakt en in Amerika wordt ontworpen. Dat zijn allemaal landen waar we handel mee hebben. Er zijn ook heel veel landen buiten de Europese Unie in Europa, ik noemde al Zwitserland, Noorwegen, IJsland alleen al, maar ook buiten Europa, die ontzettend welvarend zijn, die gewoon handel drijven. Dus u moet nou eens ophouden met die flauwe kulverhalen over, je kunt geen handel meer drijven. Natuurlijk, je moet juist uit de EU als je veel handel wil drijven, want de Europese Unie, door al die productspecificaties, ontneemt ons de mogelijkheid om heel veel dingen aan te bieden op onze markten. Ook een kort antwoord. Ik zal heel kort zijn. De heer Baudet spreekt zichzelf tegen. Aan de ene kant spreekt hij in zijn bijdrage over zelfbeschikking. Aan de andere kant zegt hij, we hebben handelsverdragen. En alles gaat gewoon door zoals het was. Nee. Onzin, heer Baudet. Onzin. En erken dat. Ja, u begrijpt het echt niet. Je hebt twee manieren waarop je handel kan drijven internationaal. Het ene is via erkenningsregels, het andere is via harmonisatieregels. Als je het via erkenningsregels regelt, handel, dan zeg je de producten die in het land A toegestaan zijn, die staan wij ook toe op de markten in land B, omdat land A en B elkaar vertrouwen. Dat is hoe wij de handel op Europees niveau hadden moeten regelen. Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan is er een tweede optie gekozen, namelijk via harmonisatie. Dan zeg je, alle producten die in land A en land B aangeboden kunnen worden, moeten voldoen aan. En dan ga je criteria op. Goed, helder. Dit is heel belangrijk. Bijna niemand in Nederland begrijpt dit. Dus het is echt belangrijk dat ik dit uitleg. Iedereen gaat ervoor zitten. Wacht nou even, want ik ben halverwege het punt. Nee, je krijgt het woord. Dit is de traditionele oppositie geweest tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in de wijze waarop de Europese Unie zou moeten worden ingericht. De Fransen hebben gewonnen. De Franse bureaucratie heeft Brussel overgenomen. Die hebben die ministeries allemaal, die commissies, hebben allemaal overgenomen. En daar worden nu elke dag honderden bladzijden met productspecificaties geproduceerd. Dat is het probleem van de EU. De Wereldhandelsorganisatie daarentegen werkt op basis van erkenningsregels. En dat is dus een prima systeem om handel mee te drijven. Ja, maar het is echt, elke keer hebben we zo'n botsing. Het gaat echt nergens over. Want... Nou, maar dit gaat dus wel. Gaat dus over de essentie. Dit is wat zij allemaal niet begrijpen. Daarom zijn ze voor de EU. Nou, ik ga even iedereen overhoren. Wie heeft het niet begrepen? Nee, jij ook niet. Zeg eens eerlijk. Ja. De heer De Groot. Ja, voorzitter, u stelt een vraag. Ik heb het niet begrepen, omdat juist de interne markt is gebaseerd op wederzijdse erkenning na het Cassis de Dijon-arrest. Ja, het Cassis de Dijon-arrest Ik ga echt... relevant... Ja, maar hij is nog niet uitgepraat. De heer De Groot wilde net een vraag stellen. De heer De Groot. Voorzitter, ik heb een vraag voor de visserijwoordvoerder van het Forum voor Democratie. In het verkiezingsprogramma staat dat het gemeenschappelijk visserijbeleid zo snel mogelijk afgeschaft moet worden om daarmee de visstand en het schoonhouden van de zee te waarborgen. Hoe ziet de visserijwoordvoerder van het Forum dat voor zich? De heer Baudet. Ja, in de eerste plaats, het Cassis de Dijon-arrest is inderdaad een uitzondering en een positieve uitzondering. Sorry? Nee, gaat u verder. Dat is de regel, niet de uitzondering. Ja. Nou, niet als je naar de praktijk van de EU kijkt. Dus in theorie zou dat zo zijn en dat zou prachtig zijn. Maar de praktijk is gewoon dat de EU zich bezighoudt met oneindig veel productspecificaties. En niet met gewoon wederzijds erkennen en that's it. Wat betreft de visserijstand, ja, het gemeenschappelijk visserijbeleid vormt een bedreiging voor het goed omgaan met vissen enzovoort. Omdat het allemaal quota vastlegt die vaak niet passen bij de visrealiteit in de wateren van de landen waar het betrekking op heeft. En dat zijn allerlei voorbeelden van sardientjes in Portugal enzovoort. De heer De Groot. Ja, goh.
Fantastisch, maar we hebben internationale wateren. En wat zou er nou interessanter zijn als je met elkaar afspraken gaat maken over hoe je de visbestanden in die internationale wateren met elkaar gaat verdelen? Juist om ervoor te zorgen dat je voor toekomstige generaties nog voldoende vis over heeft. En laat dat nou net de achtergrond zijn van het visserijbeleid dat in 1984 is ingesteld. En eigenlijk best een goed voorbeeld is van de manier waarop we in Europa met elkaar samenwerken. Dus misschien zou de vertegenwoordiger van het Forum hier zich daar nog eens in kunnen verdiepen. Want als je één ding goed moet regelen, zijn het dit soort grensoverschrijdende zaken. Nee. Dit argument zou opgaan als je dit voor de hele wereld zou doen. Maar aangezien dat niet het geval is, vervalt de hele argumentatie ervoor. Kijk naar bijvoorbeeld IJsland. IJsland heeft een deel van de wateren geprivatiseerd. Dat is een veel intelligentere manier om te voorkomen dat je dus inderdaad roofbouw krijgt of roofvisserij. En er is nog een tweede punt. Vissers die zijn ontzettend goed in staat om lange termijn hun eigen belangen ook te zien. En niemand heeft er belang bij om zeeën leeg te vissen. Goed, dan ga ik tot nou rustig begint ook. Het was altijd zo rustig, maar het gaat ook niet goed. Zoveel onzin is onverdraaglijk. Ja. Misschien gaat zou de visserijwoordvoerder van het Forum toch nog eens na kunnen gaan of de Europese Unie wellicht verdragen heeft gesloten met zowel Noorwegen als IJsland om te kijken om in diezelfde systematiek van het Europese visserijbeleid om bestanden te verdelen. Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken en wat ook best wel aardig werkt. Goed. Ja, nou, IJsland heeft die verdragen recentelijk opgezegd dus. De heer Futselaar. Ja, dank u voorzitter. Prima om de interne markt ter discussie te stellen. Alleen een Nexit gaat ons wat te ver. Ik verbaas een beetje om het voorbeeld van Noordse Zalm. Want volgens mij maakt Noorwegen vanwege de Europese economische ruimte wel degelijk deel uit van de interne markt. Is de heer Baudet dat met mij eens? En dat daarom het voorbeeld van Noordse Zalm een beetje raar is in die context? De heer Baudet. Het klopt dat Noorwegen onderdeel uitmaakt van de economische ruimte. Maar dat betekent dus dat je wel toegang hebt tot de Europese markt, maar niet onderworpen bent aan de regels. Dus dat is een veel beter model. Ja, de heer Voetselaar. Dat is echt feitelijk onjuist. Om het voorbeeld van de heer Baudet te gebruiken, elke afspraak die we maken over stofzuigers, elke afspraak die we maken over kromming van bananen, overigens die wetgeving is 10 jaar geleden afgeschaft, maar goed, hij doet het goed in de media. Elke regel die wij maken wat dat betreft, die wordt overgenomen door Noorwegen. Dat is een bekende mythe. Ik ben graag eurokritisch, echt. Maar laten we ons alsjeblieft enigszins bij de feiten houden. Ik meende toch dat de heer Baudet gepromoveerd was in deze materie. Die promoties niet bij dit debat betrekken, want dan loopt het helemaal uit de hand. Het is een bekende mythe dat Noorwegen alle Europese regelgeving klakkeloos overneemt. Daar is laatst een kwalitatief onderzoek naar gedaan en het blijkt uit te komen op rond de 11%. 11% nemen ze over. Ja, meneer Futselaar. Over de interne markt en alle producten, die regelgeving, daar gaat het om. Ja, nee, dat blijkt dus erg mee te vallen. Daar is een kwantitatief onderzoek naar gedaan. Dat kan ik u doen toekomen als u dat leuk vindt. Nou, dank u wel. Dank u wel, meneer Baudet. Dan gaan we nu terug naar de vissers. U heeft nog 13 seconden. Ja. Want dit zijn algemene punten over de Europese interne markt natuurlijk. We hebben gezien dat er veel te zwak is onderhandeld. Wij willen dat de minister nu een keiharde toezegging doet aan onze vissers dat zij alles op alles gaat stellen om de stemming in maart in het Europese parlement ten gunste te keren en ervoor te zorgen dat onze pulsvissers door mogen gaan. En wij zullen in de tweede termijn een motie indienen dat als dat niet zal blijken te zijn gelukt en de pulsvisserij toch wordt verboden, dat zij dan moet opstappen. Er moet een sanctie komen. Er moet een heel helder resultaatsverplichting liggen. De heer Moorlach. Ja, voorzitter. Ik beluister in de bijdrage van de heer Baudet de frustratie die ik ook wel eens bij ornithologen aantref. Namelijk dat je alles van vogels weet, maar zelf niet kunt vliegen. De kern van het betoog van de heer Baudet is dat de Europese Unie schadelijk is voor ondernemers, voor boeren en voor vissers. Mijn vraag aan de heer Baudet is, hoe verklaart hij het dan dat er hier niet wekelijks ondernemers, boeren en vissers staan te demonstreren voor een Nexit?
Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die bang gemaakt zijn, omdat er in de media en ook op de universiteiten zoveel verkeerde informatie over de EU wordt verspreid. En ik denk dat mensen daadwerkelijk denken, ten onrechte, maar ik denk dat mensen dat wel denken, dat de Europese Unie op een of andere manier nodig is om te kunnen handelen. En dat is gewoon evident niet het geval. Dus ja, dit is onderdeel van een proces, denk ik, dat we ingaan, waarbij geleidelijk aan de meningsvorming hierover zal gaan veranderen. Dat zal gaan opschuiven. Mensen zullen gaan zien dat de Europese Unie eerder een belemmering vormt dan een hulpmiddel. Ja, de heer Moerla. Dus als ik het goed begrijp, dan is het zo van dat de Nederlandse overheid ondernemers, boeren en vissers bang heeft gemaakt voor de Europese Unie, waardoor zij niet meer in staat zijn om hun eigen bedrijfseconomische belangen te zien die gebaat zouden zijn bij een Nexit. Begrijp ik het zo goed? Nou, het is niet alleen de Nederlandse overheid die mensen bang heeft gemaakt. Ik denk dat er een algemeen opinieklimaat is dat extreem pro-EU is. En ook, en dat komt daarbij, dat er gewoon heel veel gebrek aan kennis is over hoe internationale handel eigenlijk werkt. Ja. Bijvoorbeeld over douanes, dat is een interessant voorbeeld. Men denkt dat als je niet vrij verkeer van diensten, van goederen hebt, dat dan alles gecheckt moet worden bij de grens. Ja, dat is gewoon volkomen flauwekul. De haven van Rotterdam bijvoorbeeld, waar heel veel internationale, dus niet-EU-vracht binnenkomt, werkt met pre-clearance in de landen van waar die producten vertrekken. En er wordt echt een heel klein percentage maar van de dozen daadwerkelijk opengemaakt. En de rest gaat gewoon meteen door. Er zijn zoveel manieren waarop je internationale handel kunt vormgeven, wat ook al lang gebeurt. Ja. En ik denk dat er echt een verkeerd beeld daarover leeft. En nou, het is goed dat we daar met elkaar over gaan praten de komende tijd, want we zien steeds meer hoeveel last we van die EU hebben. Heel goed om het daarover te hebben, maar ik hoop nu dat de vissers intussen zijn afgehaakt bij dit soort interrupties. De heer Geurts. Ja, voorzitter, ik heb toch nog een vraag aan de heer Baudet. Ik heb net nog weer proberen te luisteren wat de heer Baudet nou precies zegt. Maar zei de heer Baudet, dat is mijn samenvatting dan maar, dat boeren, tuiners en vissers te dom zijn om zelf na te denken? Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zeg volgens mij helemaal niet iets persoonlijks over welke groep mensen dan ook. Ik zeg alleen dat er een algemeen opinieklimaat is in Nederland, waarbij een heleboel mensen bang gemaakt zijn voor de gevolgen van niet in de interne markt zitten, en gecombineerd met een gebrek aan kennis over wat de interne markt eigenlijk is, ook bij journalisten, ook op universiteiten, en over hoe internationale handel eigenlijk werkt. En de reden dat ik dit zeg en denk dat wij ook veel stemmen kunnen winnen, is omdat ik enorm vertrouwen heb in het zelfstandig denkvermogen van mensen in Nederland. En dat ik denk dat heel veel mensen die dit verhaal horen zullen denken, ja, hij heeft gelijk. De heer Geurts. Ja, voorzitter. Deze woorden zullen mij nooit overtuigen om op uw partij te stemmen. Want echt, u bevestigt gewoon dat u vindt dat hele groepen in de samenleving zijn, in dit geval ondernemers die veel handel drijven met het buitenland, echt beter af zouden zijn bij een exit. U geeft aan van ze zijn niet in staat om zelfstandig te denken doordat er zo'n opiniecultuur leeft. Dat is toch klinkklare onzin, heer Baudet. Waarom is dat onzin? Waarom is dat onzin? U mag gewoon reageren op zijn opmerkingen en anders. Nou, nee, ik denk dat er zijn heel veel onderwerpen, ontzettend veel onderwerpen, waarop wij als samenleving in de loop der jaren tot andere inzichten komen. En ik kan best voorstellen dat we 30, 40 jaar geleden opgegroeid zijn met een idee van alles wat uit Europa komt is goed. En dat we nu langzamerhand steeds zakelijker in die discussie staan. Het is ook zo dat er mondiale ontwikkelingen zijn. De Europese Unie is natuurlijk een douane-Unie, wat betekent dat er grote protectionistische kring rondom de lidstaten van de EU is getrokken. En dat is misschien goed als die lidstaten zelf relatief een heel groot aandeel hebben in de wereldhandel, maar als landen daarbuiten groeien, zoals China, zoals Brazilië enzovoorts, dan wil je daar mee handel drijven. Wij als handelsnatie moeten zijn waar de consumenten zijn. En die consumenten zijn in India, in China, in Brazilië. Daar moeten we handel drijven. En dat houdt de EU tegen, doordat de EU een protectionistisch systeem is. Dus dit ontwikkelt zich. Dank u wel, meneer Baudet. Dank u wel. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van de eerste termijn van de kant van de Kamer. Ik schors de vergadering tot 1:00. Dan gaan we eerst stemmen, daarna de regeling van werkzaamheden en daarna vervolgen we het debat. Ik schors nu de vergadering tot 1:00.